Voor het eerst in lange tijd kunnen de nog aanwezige jongeren op zondagochtend weer rustig samen ontbijten. Een jaar geleden moesten alle jongeren ineens de zorgboerderij verlaten. Justitie had aanwijzingen dat er sprake was van misstanden. Ik werd gewoon uit mijn huis gezet. Ik moest in één keer over plotsklaps naar mijn ouders toe, waar ik niet voor niets weg ben gegaan. En ja, dat doet wel wat met je. Ik kan er heel veel over uitspreken, maar ik kan ook gewoon heel simpel zeggen van het doet heel veel pijn en ik gun het hem niet. Zeker, ik gun het mezelf ook niet, ik gun het de rest hier ook niet. Want iedereen is daardoor wel zijn plekje kwijtgeraakt. Cliënten zouden bij de eigenaar in het bed hebben geslapen. En de jongeren zouden op de boerderij drugs mogen gebruiken en alcohol drinken. Ze hebben allemaal vooroordelen die gewoon niet waar zijn. Daar baseren ze een heel onderzoek op. Als je jonge kinderen hebt en er is onweer en ze zijn bang, dan komen ze naar je toe en dan kruipen ze bij je in bed. Dat doen je eigen kinderen ook en dat doen deze kinderen ook en dat mochten ze. Maar in de zorg is dat natuurlijk not done. Ja, moet afstand precies, zijn met bij een pleegkind mag het wel. En mijn pleegzoon mocht dat wel, de anderen mochten dat niet. Nou, om daar dan alles te voorkomen, hebben we toen in overleg met enige mensen wel gelijk in die slaapkamer een camera gemonteerd met een 24-uursrecorder om te laten zien dat als die kinderen dan een keer bij je in bed kruipen, dat er altijd bewijs is dat er niks aan de hand was. Hij heeft nooit iets raars gedaan met mij of iets in die richting. Ook niet het gevoel gehad dat ik geïntimideerd werd of iets in die richting. Ook niet pijnigen of weet ik het wat. Nooit eigenlijk iets ergens meegemaakt en nooit. Nee. Justitie komt nu tot dezelfde conclusie en heeft het onderzoek gestaakt. Maar het kwaad is al geschied. Alle zorgmedewerkers moesten vanwege het onderzoek worden ontslagen. En de naam van de zorgboerderij is door het slijk gehaald. Het heeft natuurlijk wel veel teweeg gebracht. Dat kost even tijd om dat allemaal te verwerken. Maar ik moet wel zeggen, vanmorgen zag het er allemaal wat groener uit als voor die tijd. Je hebt toch altijd een dreiging van wat gaat er nou weer gebeuren, wie gaat er nou weer moeilijk doen. Als ik deze plek niet gehad had, dan weet ik zeker, dan zat ik nu op een schoolplein nog steeds met een paar jongens een jointje te roken. En nee, dat hoeft niet meer. Strijd met de overheid aangaan over zoiets als dit, levert niks op. Dus er komt geen vervolg? Er komt geen vervolg, nee. De jeugd die hier woont, die mag hier wonen totdat ze zelfstandig zijn. En dat doen we dan maar zonder steun van de overheid. Dat kan? Dat kan. Ja, nou is de situatie een soort van voorbij. Nou kunnen we weer opnieuw beginnen. Tenminste. Ze zeggen liever niks, tijd heelt alle wonden.